De wethouder met taart en bloemen voor het bruidspaar. Dag meneer. Dag mevrouw. Kijk, tweeens. Prachtig, ik heb nog een mooi paas over, denk ik. Ja, want we hebben veel bloemen al. Zie je het al staan, ja. Hè? En de brief van de koning en koningin. Graag de heer en mevrouw. Het is zijn majesteit de koning en haar majesteit de koningin. Ter kennis gebracht dat u op 21 maart aanstaande de dag hoopt te gedenken waarop u 70 jaar geleden in het huwelijk trad. Met deze bijzondere feestelijke gebeurtenis willen ze u graag van harte feliciteren. De koning en koningin hebben mij gevraagd u de beste wensen toe te zenden. Dank u wel. De secretaris. Beide kaarten, ja. Waar zit er ook één? 70 jaar getrouwd en bijna altijd bij elkaar in de buurt. Houdt u nou nog steeds veel van hem? Ja. Ik zag wel wat hoor. Vraag het aan uw vrouw, hè? Zo een beetje. Nee, natuurlijk normaal wel. Ja. We hebben 50 jaar samen op de markt gezeten. Wow. Wij één. Kunt u hem uitleggen? Willy. En Ernst. Ik heet Ernst, zei Willy. In de oorlog leerden ze elkaar kennen op dansles. Ja. Dat was vroeger Bergenbach. Dat was een hele bekende. Dat was een jaar of 16, denk ik. Ja, dan kreeg je echt dansles. Dat is nu niet meer, want ze kennen niet meer dansen, de jongelui niet. Maar het was voorheen wel, toch? Vroeger toch wel. En dat dansen zijn ze na 70 jaar, ook op de eerste dag van de lente in 2016, nog steeds niet verleerd. Ja, in Amsterdam te zijn. En, heb je nou? Nee, juist nog niet. Ja, goed zo, helemaal goed. Zou de koning nog wel een beetje dat liedje? Ik kan niet echt maar.